heb net mijn sleutelbeen gebroken, geopereerd geweest daaraan. Maar ik ben op de terugweg nu om te trainen en ik hoop dat alles vlug in orde komt. Ik hoop toch minimum 1 overwinning te halen dit seizoen. En voor de rest mee te spelen in de binnenlandse en ook de koers naar Frankrijk en zo te kunnen meespelen voor de overwinning. We moeten proberen nog een stap vooruit te doen in vergelijking met 2019. 2019 10 overwinning tijdens het seizoen. Mooie prestatie op verschillende wedstrijden. En dan verwachten we normaal dit seizoen met een groep die normaal sterker is. Een beetje nog hogere prestatie van onze renner. Zeker in de finale van de grote koers zo lang mogelijk meedoen. Ik kijk uit naar alle Vlaamse koersen natuurlijk. En dan zou ik de Ronde van Vlaanderen kiezen. Maar ik weet dat dat de moeilijkste koers is om een resultaat te rijden. Zenuwachtig voor de Ronde ben ik niet meteen. Maar ja, ik kijk er natuurlijk wel naar uit. Het is de grootste wedstrijd in Vlaanderen. We hebben vorig jaar niet mogen meedoen, wat ik heel veel spijtig vond. En uiteindelijk is het ook een wedstrijd die door mijn streek loopt. Dus ik kijk er absoluut naar uit. De Ronde van Vlaanderen is een grote... Een van de grootste monumenten van de wielersport. Dus het is een grote eer voor ons te kunnen starten met onze jeugdploeg. En we gaan zeker proberen daar zo lang mogelijk in de billen rijden. En gelijk ik zeg, het is een mooie ervaring voor onze jonge renner te kunnen genieten van de passie van de mensen langs de baan. Ik denk dat moet ook een beetje vleugels geven. De Bingo Cup is voor ons heel belangrijk, dus met een nieuwe partner als Bingo. We zijn in die wedstrijden heel interessant en een extra sponsor is natuurlijk voor een kleine ploeg zoals onze heel leuk. Dat is heel positief voor ons project. Dat wil zeggen dat die mensen geloven in wat wij doen. En voor ons dat is een soort erkenning en we gaan onze best doen om de kleur van Bingo zo vaak mogelijk in beeld te zetten.